wat betekent zo'n open dag voor de club? Ja, heel veel. De supporters, de fans, daar doe je het uiteindelijk voor en wij hebben hun nodig. Om straks ook die laatste minuten en vooral de thuiswedstrijden natuurlijk ons er doorheen door het vuur te slepen. Dat heb je vorig jaar wel een aantal keer gemerkt, vooral de jaren daarvoor. Ja, dat we echt thuis niet heel moeilijk of niet te verslaan waren. Dat moeten we weer terugkrijgen en daar hebben we hun ook hartstikke voor nodig. Hoe ziet de dag voor jou eruit? Zoals je weet hebben we net de presentatie gedaan van de spelers. Worden wij nu allemaal op een plek neergezet. En daar zijn de fans, de kinderen van harte welkom om een handtekening of een foto te maken. Of misschien even met sommige jongens te voetballen of een activiteitje te doen. Om 4 uur is er een wedstrijd en dan zit het erop. Nou, niet voor mij, maar voor de mensen hier. Hey Levi, ja? Hoe vind je het vandaag? Leuk. Ja, en waarom is het zo leuk? Leuke spellen en zo. Je werd net geraakt door een bal. Ja, klopt. En waar kijk je het meeste naar uit vandaag? De spelers, natuurlijk. Welke speler wil je graag ontmoeten? Sergio Pat. Daarom heb ik dit shirt ook aan. Ben je zelf ook keeper? Nee. En waarom ben je dan zo fan van Sergio Pat? Hij kan goed keepen en ja, hij is gewoon goed. En welke speler wil je het liefst ontmoeten? Allemaal wel. Allemaal? Je hebt geen voorkeur? Nee. En gaan jullie straks ook nog naar de wedstrijd toe? Weet ik niet. Ja. Oh, ja. Jullie gaan nog wel naar de wedstrijd toe? Ja. Oké. Jij bent vast wel blij, of niet? Ja. Van wie heb je net een handtekening gekregen? Van Jesper Drost. Jesper Drost. Is dat ook waarom je hier vandaag bent? Om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen? Ja. En wat ga je allemaal nog meer vandaag doen? Nog meer handtekeningen verzamelen. Je komt hier vooral om de spelers te ontmoeten, zeg maar. Ja, en ook om de gezelligheid. Nou jongens, hoe is het vandaag? Goed, het is echt leuk en je krijgt ook heel veel handtekeningen van iedereen. Is dat ook waarom je hier bent, voor de handtekeningen? Ja, maar ook voor de foto's en voor de sfeer. Het is gewoon heel leuk. Ja. En wat heb jij allemaal gedaan vandaag? In het stadion voor een nieuwe presentatie, voor de tenue en handtekeningen. Ga je zelf ook nog het nieuwe tenue halen? Ja, denk ik wel. Ja? Ja. Maar zo. En wat heb jij allemaal gedaan vandaag? In het stadion voor de presentatie en op de foto. Met welke spelers ben je allemaal op de foto geweest? Net in de auto. Met Kasper Larsen volgens mij en Todd Kane. Ja, en Pat. En nog Ritu Doan. Wie is je favoriete speler? Mai. Waarom? Hij maakt heel veel goals. Goedendag.